Hi, mijn naam is Jean-Louis Herman. Ik ben algemeen directeur bij Wijnhandel Herman BV in Axel, beter bekend als Herman Wines. De activiteiten van ons bedrijf bestaan met name uit importeren van bijzondere wijnen uit klassiek Europese gebieden. En die wijnen die komen dan in Axel binnen en verkopen wij weer aan onze verschillende kanalen. Enerzijds is dat online richting particulieren in heel Nederland en België. Grote lokale tak van sport is ook de horeca. En daarnaast, waar we echt groot mee zijn geworden, in onze kleine niche, zijn de meest bijzondere wijnen in de wereld verhandelen over de hele wereld. Mijn functie binnen het bedrijf is algemeen directeur. En ik stuur een team van 12 mensen aan, snel groeiend op dit moment. Daarnaast hou ik mij heel veel bezig met business development. Zowel aan de inkoopzijde zoeken naar nieuwe pareltjes, nieuwe wijnen die we hier op de markt kunnen gaan brengen. Maar natuurlijk ook aan de verkoopzijde. Ik ben veel met klantcontact bezig en probeer nieuwe afzetkanalen te zoeken. Mijn naam is Paul Herman en ik ben eigenaar van het bedrijf Wijnhandel Herman. Sinds de eind 80er jaren de zaak overgenomen van mijn ouders. Het bedrijf is opgericht in 1929 door mijn opa en oma, grootouders. Ik ben derde generatie, Jean-Louis en Marie-Paul zijn de vierde generatie. Ons bedrijf heeft veerkracht getoond, zeker afgelopen jaren in de coronacrisis, door heel snel te schakelen van volledig offline naar voor een heel groot gedeelte online. De zaken stopten, de omzet ging naar een 10% van normaal toen we zaten met de handen in het haar. En ik wilde al heel lang een webshop bouwen, maar mijn vader vond dat onzin, want welke idioot koopt er nou een fles wijn op het internet, was zijn antwoord. En warempel, in maand 1 hebben we 16 keer de omzet gedraaid die we normaal in die maand in ons winkeltje draaiden in het verleden. Dus ik kreeg zo vaak de vraag niet meer welke idioot er een fles wijn online koopt momenteel.